Hi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe shoplog. Het is zover. De lente is volgens mij echt wel officieel aangekomen. Het weer wordt steeds lekkerder, dus het is ook tijd voor lente items. Ik heb super leuke items mogen uitzoeken. Ik ga ze één voor één voor jullie aantrekken uiteraard en we pakken ze ook samen uit. Ben je nieuw? Vergeet je niet te abonneren en dan gaan we snel kijken. Het eerste item heb ik stiekem al een aantal keer aangehad, omdat ik ze al heel lang wilde hebben. En toen ik ze eenmaal binnen had, toen ja, wilde ik ze ineens onder elke outfit aan. En dat zijn deze witte cowboy western boots. Ze zijn niet heel hoog, vind ik. Juist heel mooi, want ik heb al hoge zwarte. En lekker wit, lekker zomers. Wat je nu niet goed ziet, omdat die erg overlicht is, is dat er ook een patroon op zit. Maar het is moeilijk voor de camera om daarop te focussen. Ze lopen fantastisch. Ik zag in de reviews dat je beter een maat groter kan nemen. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb dus maat 42 genomen. Normaal heb ik maat 41. Absoluut geen spijt van. Ze zitten perfect. Ik kan er echt langere tijd op lopen. Ik heb er zelfs al van hier naar mijn broer naartoe gelopen. Dus ongeveer een kwartiertje lopen of iets. Perfect. Ik kan ze de hele dag aan hebben zonder pijn. Marathon zou ik niet doen. Maar hey, daar zijn ze ook niet voor bedoeld. Eén ding wat ik wel ook gelijk kan meegeven, en dat is best wel goed om te weten, is dat ze op elkaar kleuren. Ik weet niet hoe, maar ik doe dat altijd. Ik schuif blijkbaar de zolen of de hakken langs elkaar. En dat heeft dit effect. Maar dit is super makkelijk eraf te halen met een beetje nagellakremover. Dan hou je geen schade of geen lelijke plekken over. Dat gaat er helemaal af. Alleen in mijn geval moet ik dat dus wel elke keer nadat ik ze aan heb gehad doen. Ik heb ze dus gisteren ook aangehad. Hier zie je het ook een heel klein beetje. Maar dat is super makkelijk op te lossen, maar wel iets om even rekening mee te houden. Ik zag dit printje en ik was echt instant verliefd. Hoe leuk is dit kleurtje met die bloemetjes. En hij heeft dan soort aan de voorkant twee van die drawstrings. Waardoor je hem ook korter en langer kan maken bij de rok. Ik heb maat L, omdat ik, ja, ik vind het prettig als ik iets wat ruimte overhoud dan dat het zeg maar echt zo strak om je lijf zit dat je denkt, voel me worst. Er zit wel aan de achterkant een rits. Die heb ik, gok ik, niet nodig. Want dat is meestal wel als ik een maatje groter neem. Hij kan off shoulder en on shoulder. En hier aan de voorkant zit ook zo'n schattig. Daar zit geen rek in, zie ik. Ja, superleuk. Hij ziet er ook uit als een goede lengte. Het jurkje. Iets groot. M had gekund. Hij houdt hier veel ruimte over. Zoals je ziet heb ik hem hier strakker aangetrokken. Zodat hij iets meer nou ja, zomervibes heeft. Ik heb hem nu recht. Maar ik heb het gevoel dat doordat hij dus ook hier heel groot valt. Dat hij eigenlijk meer zo hoort. Maar hij gaat automatisch omhoog. Wat ik dan wel weer heel leuk vind. Is om hem off shoulder te dragen. Dit vind ik echt top. En de laarzen. Die heb ik er even bij aangetrokken. Ja, staan ook super leuk. Dit is fantastisch. Maar ik vind hem zeg maar, op de schouder niet zo leuk. Omdat hij dan duidelijk te groot valt. Ja, ik hou er wel van als ik ruimte overhoud. Maar hij had op zich een maatje kleiner gekund. Ja, ook omdat hij nu aan de zijkant zeg maar, dit doet. Waardoor je eigenlijk iets creëert wat er niet is. Oh, hij zit ook helemaal scheef nu. Ja, ik denk wel dat ik hem even omhaal voor een beetje kleiner. Want dit is een beetje... Ja, het is het net niet, maar hij is heel mooi in de juiste maat. Kijk even! Oh, ik vind deze ook zo fantastisch. Dit is een flared. Oep, ja, nu kun je het goed zien. Met een groen ruitje. Ook dit is gok ik een maat L. Jazeker. En hij is super zacht. Hij is niet heel dun. Dus ja, juist voor de lente nu wel ideaal. Maar ja, in dat geval, in de zomer zou hij best wel eens een beetje warm kunnen zijn. Want het is echt best wel een dik stofje. Maar I love it. Er zit aan de voorkant een naad, zie je dat? Een soort pantalonnaad zit er over het midden. Super fijn broekje. Ik hoop dat hij goed zit. Dit is de broek. Hij valt super mooi lang. Valt ook best wel iets groot. Zie je dat hij hier een beetje de neiging heeft. Hij heeft hier nog ruimte over. Dus ik zou zeggen dat je best wel een maatje kleiner kan nemen
dan, dan ik meestal neem. Ik heb eigenlijk altijd L bij Shein, maar in dit geval, ja, ik vind het niet heel storend. Ik vind hem nog steeds fantastisch. Ik vind het ook heel leuk met dat oranje erop. Maar hij houdt wel ruimte over. Maar hij zit verder echt super mooi. Hele fijne broek. Deze is een beetje uit mijn comfortzone. Het is namelijk een spijkerjurkje. Ik heb een themaavond. Ja, dit is me echt nog nooit overkomen. En het thema is spijker. En nou had ik wel gewoon wat spijkerbroeken. Maar ja, ik dacht, dat is volgens mij niet de bedoeling. De bedoeling is gewoon een spijkeroutfit. Dus, ik heb deze uitgekozen. En ik ben heel benieuwd hoe het staat. Want ja, zoals ik al zei, ik heb niet zoveel spijker. Maar ik zag deze op model en toen dacht ik, jazeker, dit vind ik leuk. Het is een heel fijn, dun spijkerstofje. Want spijkerbroeken zijn natuurlijk best wel stroef en best wel dik, weet je wel. En ik dacht, ja, in een jurkje dan voel je je echt zo helemaal als een baksteen erin zitten. Maar het is gewoon een heel fijn, soepel stofje. Met dus een gesp om de middel. Ik ga hem even aantrekken, dan kun je het veel beter zien. En welke maat is dit? Ik gok dat ik weer een L heb genomen, mij kennende. Yes, het is een L. Ik vind dit leuk. Ik moest even de laars erbij aan. Ja, dit is leuk. Oh, wat grappig. Ik vind het mezelf echt wel goed staan. Ondanks dat het dus iets uit mijn comfortzone is. Hij is een klein beetje gekreukt, maar hij mag de pret niet drukken. Die zakken zijn ook nog echt. Ik bedoel, ideaal. En deze. Ook echt. Hou op hoor. Dit zijn trouwens drukknopen, dus dat is ook wel ideaal. Mooie lengte vind ik het ook. Ook aan de achterkant. Ja, dit is top. Dit is wel leuk. Mijn favoriete kleur is roze. Mocht je dat nog niet weten. is ook wel vrij duidelijk. Want een groot deel van mijn kast bestaat uit roze. En als ik iets zie wat roze is, dan wil ik het hebben. Zo ook deze fantastisch zomerse blouse. Met een heel leuk jungle vibe printje. Ik heb een maat M, zie ik. Lijkt me prima. Hij is verder niet oversized of iets. Dus eigenlijk gewoon een hele mooie, ja, mooie blouse. Roze knoopjes er ook op. Ja, love it. Ik vind hem heel leuk. En ik ga gelijk eventjes de broek erachteraan pakken. Want ik zag dit helemaal voor me in, zeg maar, all pink. Dus ik heb er ook een roze broek bij uitgekozen. Dit is gewoon het. Ik vind dat steeds leuker om echt felle kleuren juist in monotoon of gewoon met elkaar te combineren. Oh ja, dat was ik vergeten. Ik zou deze roze broek bijvoorbeeld ook met deze oranje top combineren. Deze broek heeft één iets wat ik dan weer echt verschrikkelijk vind. Maar hey, dat kan eraf. En dat is deze soort van ketting. Ik ga hem er ook gelijk afhalen, want het is gewoon nee, niet mijn ding. Zal ook niet mijn ding worden. Misschien dat ik hem aan een tas toe of zo. Je kan hem als ketting. Je kan hem zelfs als ketting om, zie je dat? Als je fout feest hebt. Ja, het is wel. Het heeft iets heel 90's. Was dat 90's? Dat je van die skaterbroeken had. Waar je dat soort korte dingen omheen had. Ik weet het niet. Maar in ieder geval. Roze broek. High waisted zo te zien. Als ik hem zo voor me hou. En straight leg. Gok ik. En dit is ook een maat L. Jazeker. En het is precies dezelfde kleur roze. Het gaat zuurstok worden. Maar I love it. Dus ik ga deze gelijk even samen voor jullie aantrekken. Dat je kan zien hoe het staat. Kijk nou even. Oh, hij heeft ook nog van die heerlijke pofmouwen. Ik heb hem even gestoond. Maar hij is nog een beetje stijfjes. Ik denk dat als ik hem een keer was. Dat hij iets relaxter valt. Maar love it. Love it. Love de combi. Hij valt een beetje enkel, denk ik. Ja, leuk sandaaltje eronder of witte schoentjes. Dit is het. Dit is het. Dit is de outfit die in principe mijn naam roept. Hoe roze, hoe beter. Ik ga niet liegen. Ik heb voor mijn thema spijker nog een optie. En dat is een top en een broek bij elkaar. Ja. Ik weet niet wat ik ervan vind, maar als ik het niet leuk vind, dan kan ik het natuurlijk gewoon terugsturen. Oh, Ginny wil naar buiten. Geef me één seconde, Gin. Het is deze top, die ik denk ik sowieso wel heel leuk ga vinden.
met een soort roesje aan de voorkant. Ook weer gewoon dat mooie donkere blauw, want het ging om donker spijker. Het is een M. Hoe staat spijker mij? Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar verder gewoon ja, super mooie top. Ja, ik vind hem echt leuk. Maar ik dacht dus, ik doe er ook een broek bij in dezelfde kleur. Want ja, dan ben je wel van top tot teen heel in spijker. Maar ik vond het wel leuk dat het dan een broek was die ook nog een soort van detail had. En toen zag ik deze. Ik denk wijd of straight. En er zit dus een driehoek motief op. Ook een broek die ik los zeg maar ook super leuk vind. En los ook zou dragen. En dat leek me wel belangrijk aan de items. Het, is het ook echt een beetje dezelfde kleur? Ja, ja. Het zit wel dicht bij elkaar genoeg om denk ik als één outfit aan te doen. Ik zal zelfs één outfit aantrekken omdat dat zeg maar de intentie is. Maar ik denk dat ik ze over het algemeen alleen voor de themaavond beide zou dragen en anders gewoon apart. Maar ja, super leuke broek ook gewoon. Ik ben echt benieuwd hoe ik me voel in All Spiker. 100% helemaal in thema. Ik vind het ook wel leuk. Ik krijg er een beetje cowboy vibes van. Waarom eigenlijk? Ja, ik denk dat die witte laarzen er ook wel goed onder kunnen. Nou, niet over de broek natuurlijk. Ja, dat jurkje was wat liever, wat schattiger. En dit heeft een soort van wel een stoere vibe. Ik vind het ook helemaal niet zo verkeerd voor alle dag. Het heeft best wel een beetje... Ja, een jumpsuit lijkt het bijna. Oké, welke moet ik aandoen voor de themaavond, jongens? Het jurkje of het pak? Noem het even pak, is het natuurlijk niet. Het is net een ander kleurtje, hè? Dat is toch echt een klein beetje jammer. Als deze nou nog net iets lichter was geweest, dan was het echt perfect. Ik vind het wel gek om mezelf zo te zien of zo. Heel eventjes de broek met een andere top. Omdat ik hem dus voornamelijk zelf zo zou gaan dragen. Ja, ik vind hem heel leuk. Ja, had echt geen maat kleiner gemoeten. Maar hij zit perfect en ik vind het printje ook heel leuk. Dit is fantastisch. Oh ja, dit is een tas. Een hele roze tas met luipaardprint. Wel heel erg dun. Bijna een beetje doorschijnend zou ik willen zeggen. Ik zou hier bijna die kabel aan kunnen doen. Dat zou er niet eens misstaan, zie je dat? Zelfde kleur roze. Hij is heel dunnetjes, dat wel. Dus als je hem te zwaar belaat, weet ik niet hoe sterk die is. Maar voor even een boodschapje. Of gewoon, Ja, I love it. Ik vind hem zo leuk. Hangt wel echt een sterke verfgeur aan. Dus alles gaat eerst eventjes goed in de was. Ik kan me herinneren dat ik echt, nou ja, jaren geleden een keer gezegd heb. Ik wil meer kleur in mijn kast. En dat heb ik zo omarmd. Dat dus mijn kast gewoon basically kleur is. At the moment. Maar dit is geweldig. Wel petit. Welke maat heb ik genomen? Want past alles hierin? Maat M. Ik weet niet of dat de meest verstandige keuze was. Ik kijk wel ook altijd in de reviews. Heel belangrijk bij Shein. Dat je een goed beeld hebt van wat voor materiaal is het. Hoe valt het. Ik vind het heel erg leuk. Ik vind de kleur, dat geel met dat paars, fantastisch. Maar ook de mouwen lijken een beetje kort. Ja, hij is natuurlijk off-shoulder. Ik ga hem gewoon aantrekken. Maar ik heb twijfels of hij past. Ik heb hem aan. Hij zit goed. Wat ik ook echt wel fijn vind is dat hier een soort van anti-sliprandje in ziet. Je ziet het niet, maar je voelt het. Ik heb ze er nu los in hangen. Doet niet zoveel voor de vorm. Dus ik zou zeggen, goede strapless heeft die wel nodig. De mouwen zijn ook echt lang zat. Helemaal perfect. Ja, ik vind het heel leuk. Heel zomers. Het is wel echt heel erg off-shoulder. Maar ja, je wil natuurlijk wel dat die band onder je boob zit. Ja, ik word er wel blij van eigenlijk. Niet per se op deze broek, maar kan wel op deze broek. Oeh, ik heb een zwarte bikini. Iets wat ik nodig had. En deze vond ik zo leuk. Het is een driehoek. Er zit hier een groen stofje in. Het hoort niet. Ja, heb eens. Super mooi. Het is dus ook een rek. Dus er zit verder geen sluiting in. Vind ik heel relaxed. Ook geen beugels.
Er zit wel een pet in die er super makkelijk uit kan. Dit is gewoon echt zo'n super comfortabele bikini waarvan je weet dat is gewoon degene die het meest gaat dragen. Het broekje zit rek in, maar lijkt toch wel vrij klein. Is een L. Zou moeten kunnen. Wel ook een mooie bredere vorm. Je hebt soms bij Shein van die echt die mini broekjes. Dit is geen mini broekje voor hun standaard. Ik vind het heel leuk. Hij heeft dus ook zo'n ribbeltje. Ja, nu kun je dat goed zien. Zo'n schattig ribbeltje naar beneden. Ja, top! Ik ga hem passen. Dit is officieel een van de meest comfortabele bikinis die ik ooit heb gehad. Dit is niet normaal. Dit zit zo lekker. Ik heb de cups er nu in. Ik denk dat ik er ook wel even eentje uit kan halen. Ja, ik moet zeggen, de L is voor mij net wat aan de grote kant, denk ik. Ik hou best wel wat rek over. Aan de andere kant is het natuurlijk elastiek. Maar ik denk, ik ga er even eentje uithalen. Maar ik denk als ik dat doe, dat ik ruimte overhoud. Ook het broekje zit gewoon top. Zit echt heel erg goed. Heel fijn. Dit is met vorming en dit zonder. Maakt eigenlijk heel weinig verschil. Alleen als ik zeg maar dit een beetje doe, dan houdt hij hier wat over. Maar ja, dan moet je jezelf leren om rechtop te staan en rechtop te zitten. Nee ja, in principe is het helemaal top. Hier zitten trouwens ook aan de achterkant nog schuifringetjes, waardoor je hem kleiner zou kunnen maken. Dus ja, wat niet normaal. Hij zit zo comfortabel. Dit is echt, en ze hebben hem in heel veel kleuren. Dus dat is echt een aanrader. En last but not least, een witte sneaker. En die heeft zo'n hogere zool. Dus iets wat je nu super veel ziet. En I love it. Ook deze. Al zou je het niet zeggen. Ja, aan de onderkant wel. Maar 10 punten voor mij. Heb ik al meerdere keren aangehad. Meerdere keren langere afstanden opgelopen. Zijn echt kussentjes. Zitten super lekker. Er zit zelfs een soort van foam in de zool. Dat waardoor wanneer je erin gaat voel je je echt zo'n beetje als een matrasje inzakken. Super fijn. Ik heb ze in de maat die ik heb. Ja, maat 41. Ja, top schoenen. Echt. Ook schoenen die onder iedere outfit passen. En dat vind ik ideaal. Ja, ik ben hier heel blij mee. Beide schoenen echt al veel gedragen op het moment dat ze binnenkwamen. Dus een aanrader. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien wat ik heb uitgekozen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.